Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. We gaan kijken naar het thema historische context in het kader van een reeks van video's. Niet echt opgezet als een serie, maar in ieder geval een reeks die gaat over Bijbelse hermeneutiek. Wat moeten we doen om de echte betekenis van de tekst te vinden? Wat moeten we doen om de tekst ook correct op onze eigen situatie te kunnen toepassen? Daarvoor is het in ieder geval nodig om te kijken naar context. En samengevat in één woord, getting the big picture, het grote beeld bekijken waarbinnen de tekst gemaakt is en functioneert. Een aantal veronderstellingen hier van de zogenaamde historisch-grammaticale methode. Om te beginnen dit, de oorspronkelijke betekenis van de tekst is hetzelfde als de intentie van de schrijver met zijn tekst. Dus wat kan de schrijver bedoeld hebben in zijn tijd met de woorden die hij gebruikt voor het publiek waarvoor hij schreef. Dus ook de adressaat. De ontvanger van de tekst is daarbij van belang. Er zitten een aantal probleempjes bij, want wat is nou precies de oorspronkelijke betekenis van de tekst wanneer tekst hergebruikt wordt, een andere context heeft gekregen? Of wat is nou precies de intentie van de schrijver? Moeten we dan, zoals Schleiermacher, gaan kijken naar de teksten als een uitdrukking van het leven van de schrijver? Maar dat is nogal gevaarlijk, omdat we dan eerst vanuit de tekst moeten zien te reconstrueren wat dat leven is, om vervolgens dat leven weer te gebruiken als een middel om die tekst te interpreteren. Dus daar blijken nogal wat problemen aan verbonden te zijn, maar als een algemeen uitgangspunt is het denk ik niet verkeerd. Wat de tekst betekent, is hetzelfde als wat de intentie van de schrijver was met die tekst, en niet wat wij ervan kunnen maken, of niet in de context van onze tijd, maar in de context van de eigen tijd van de schrijver moeten we kijken. De historisch-grammaticale methode wil op die manier dus eerst historiseren. En dat gebeurt dus met een nauwkeurige lezing van de tekst. Vandaar dat we zeggen een grammaticale methode. Even een paar kernwoorden eruit. Hè. De tekst is dominant in dit alles. Niet onze veronderstellingen, niet de dogmatiek. Maar de tekst zelf heeft het laatste woord. We moeten goed begrijpen wat voor genre die tekst, of welk genre die tekst onderdelen hebben. Is het een poëtische tekst, een apocalyptische tekst, een profetische tekst? Een historische tekst, en wat betekent dan historisch? Daar gaan we het later over hebben. En dan moeten we ook kijken naar de context. Het maakt een groot verschil of ik tegen iemand zeg, hij heeft gescoord, en ik kijk naar de televisie waar net Ajax speelt, of dat ik zeg, hij heeft gescoord, en ik wijs naar buiten waar mijn zoon aan het voetballen is. De context bepaalt of ik het dan heb over een aanvaller bij Ajax, laten we zeggen Tadic, of dat ik het heb over mijn zoon David die aan het voetballen is. Dat is de historische context. De context dus waarin woorden betekenis krijgen en verwijzingen hebben naar de realiteit. Maar dan is er ook nog de literaire context. Dat maakt ook groot verschil of dat zinnetje hij heeft gescoord staat in een gedicht over Ajax. Of dat het staat in een verslag van een wedstrijd. Het ene is een poëtische tekst. Komen we weer bij genre terug, maar het ene is poëtisch van aard. En het andere is van historische aard. Het maakt een groot verschil of ik hij heeft gescoord gebruik om aan te duiden dat een politicus net zijn zin gekregen heeft. Grammatica is duidelijk, we moeten ons ook verdiepen in de taal die een schrijver gebruikt. En dan zeg ik grammatica, maar strikt genomen is dat de manier waarop woorden met elkaar worden verbonden, volgens welke regels dat gaat, welke klankregels daarin ook gevolgd worden. Maar het omvat uiteraard ook de syntaxis. Dat is de manier waarop de betekenis van een zin gevormd wordt door de verhouding van de zinsdelen onderling. Tot context in ruime zin hoort ook de uitleggeschiedenis, want wij beginnen niet helemaal ab ovo, zoals het heet, hè, als een pasgelegd ei aan de interpretatie van een tekst, maar er is al een hele geschiedenis van mensen die ook naar die tekst gekeken hebben. Dat is een geschiedenis die ons heeft beïnvloed. Dat is een belangrijke zaak. Terwijl een vliegtuig hier hoog boven ons weer langskomt. wist niet dat wij de lijn van Schiphol woonden hier, maar dat is toch het geval. De uitleggeschiedenis dus is van belang. En in die uitleggeschiedenis kunnen we dus heel veel zaken vinden die we ook kunnen gebruiken voor onze eigen interpretatie. Wanneer we op die manier, er zijn wel meer zaken bij betrokken, maar wanneer we op die manier de betekenis van een tekst hebben vastgesteld, dan moeten we de brug over in de richting van onze tijd. En dat doen we met contextualisering, door de tekst een plaats te geven in onze eigen context. En dat is wel van belang. Je zou in de tekst van Paulus, die zegt, laat uw vrouwen zwijgen in de gemeente, toch de eigen context van die uitspraak van Paulus goed moeten zien. En dan vervolgens in onze eigen tijd een contextualisering moeten toepassen. En dat zou er dus ertoe kunnen leiden dat we dat niet op letterlijk dezelfde manier toepassen als het in Korinthe gebruikelijk was. Het zou kunnen betekenen dat we in ieder geval begrijpen, vanuit zijn context, dat het niet betekent dat vrouwen niet mogen profiteren, want dat mogen ze wel volgens eerdere hoofdstukken in 1 Korinthe. Het betekent ook niet dat ze niet mogen zingen. Dus wat betekent het nou dat ze moeten zwijgen, hè? Of zoals dat woord een beetje suggereert, dat daar gebruikt wordt, dat ze terughoudend moeten zijn in het spreken, zwijgzaam zijn tegenover helemaal niet kunnen of mogen spreken. Dat leidt dus tot die contextualisering of de toepassing van een tekst. En dat is nog weer een laatste stap in onze exegese. Waar we het nu hebben over de context waarin een tekst moet worden gelezen. En dan met name heel problematisch de zogenaamde historische context. Er zijn twee vormen van context waar we dus naar moeten kijken. De historische context en de literaire context. En zoals zal blijken loopt dat een beetje door elkaar heen. Er zal toch wel een verschil bestaan tussen opvattingen die puur uit die historisch-grammaticale methode stammen en inzichten die we intussen gevonden hebben bij Robert Alter. Robert Alter die zegt die Bijbelse literatuur is inderdaad op te vatten als een gewijde geschiedenis. En dan noemt hij twee dingen die ook door andere schrijvers wel genoemd worden. En dat is, het heeft dus inderdaad een historische vorm, want het kent zoiets als een lineaire ontwikkeling. Dat is in contrast tot een mythe die altijd een circulair karakter heeft. Hè, die als het ware een identiek begin- en eindpunt heeft. Maar in de Bijbel gaan we van een beginpunt naar een eindpunt. En dat eindpunt is heel anders. In een zekere zin misschien een herstel van het beginpunt. Maar het is niet zonder meer hetzelfde. Tegenover die circulaire ontwikkeling in de Bijbel, de mythe, kunnen we in de Bijbelsliteratuur spreken, naar een uitdrukking van Strauss, een evangelische theoloog die ik ook nog wel volg, kunnen we beter spreken over een spiraalvormige ontwikkeling. Dus het eindpunt van een bepaalde beweging is altijd toch weer anders dan het beginpunt van die beweging. Het tweede belangrijke punt, en ook dat wordt door Robert Alter toegegeven, er is in de Bijbelse literatuur, en ik denk dan aan Genesis en Richteren en 2 Koningen, er is toch een verworteling in de feiten. Het zijn niet alleen maar verklarende ficties. De Bijbelse gewijde geschiedenis volgens Robert Alter werkt nu echter zo, dat voor de Bijbelschrijvers fictie, dus die literaire vorm, het middel is geworden om die geschiedenis van de feiten te schrijven. Terwijl in onze tijd geschiedenis en fictie dus strak van elkaar onderscheiden zijn, is in de Bijbel als een eerste stap boven de wereld van mythe en legende uit, de fictie de vorm geworden om geschiedenis te schrijven. Dat is een belangrijk gegeven, want dat betekent dat we de Bijbel ook mogen en moeten onderwerpen aan een literaire analyse en dat de literaire context even belangrijk is als de historische context. Geschiedenis krijgt dus de vorm van de fictie en je kunt ook zeggen fictie krijgt de vorm van de geschiedenis. Dat is het tweede, de fictie beweegt zich in geschiedenis en moraal. Wat betekenen die twee laatste uitdrukkingen nou? Nou, dat geschiedenis verteld wordt in de vorm van een narratief, dus met personages die al dan niet fictief zijn, maar dat uiteindelijk het toch gaat om het historische. En het omgekeerd, dat wat puur fictief is, we zullen nog zien, bijvoorbeeld het boek Esther, toch ook aan wil sluiten en zich wil invoegen in de concrete geschiedenis en de moraal. En zo geldt dat ook van Rut, dat in hoge mate een fictief verhaal is, maar het plaatst zichzelf in de geschiedenis van Gods volk en het benadrukt nadrukkelijk elementen van de moraal daarvan. Je kunt zeggen, de geschiedenis van Rut heeft de vorm van die fictie gekregen, dan benadruk je de werkelijkheid achter de fictie. Of je kunt zeggen, de fictie beweegt zich in de geschiedenis en de moraal en dan benadruk je de vorm van het narratief waarin die geschiedenis verhaald wordt. En hoe je daar ook over oordeelt, wat ook de voorrang heeft, dat is duidelijk dat het één ding niet is. Het is niet een geschiedschrijving in moderne zin van gebeurtenissen uit het verleden, puur in de vorm van het weergeven en ordenen van feiten. En dat is belangrijk om te weten als we over de Bijbelse geschiedenis spreken. En één zaak om te onthouden waarom dat belangrijk is, is deze overweging dat de zogenaamde historische boeken, dus de boeken vanaf Deuteronomium eigenlijk, maar laten we zeggen Jozua tot en met 2 Koningen, dat die in het Jodendom genoemd worden de eerste profeten, de Nevi'im Rishonim. Het zijn profetische teksten, dus het zijn teksten die al de functie hebben om Torah toe te passen op de geschiedenis. En de geschiedenis zelf die verhaald wordt, heeft dus niet, is dus niet het doel in zichzelf daarvan, zoals in de moderne geschiedschrijving dat in beginsel wel het geval is. Bijbelse historische fictie heeft wel een historische relevantie. Het wil wel Israël haar voorgeschiedenis uitleggen en wil wel teruggaan op de feiten die wij hebben, of die er zijn geweest. Maar het bevat ook, en dat is wat ik nu wil laten zien, dat wat de narratieve vormen betreft er veel meer aan de hand is dan alleen maar die weergave van de feiten. Er zijn ook elementen van legendarische geschiedenis. Dan zou je kunnen denken aan bijvoorbeeld David en Goliath. Is dat rechtstreeks een weergave van feiten? Of is dat het gebruik maken van een legende, die invoegen in het narratief van de komst van David in de geschiedenis? Met andere woorden, volkomen waarachtig, maar niet letterlijk te nemen in de zin van een moderne geschiedschrijving. Er zijn ook mythische restanten in de Bijbel. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan, althans als die interpretatie klopt, aan de tekst in Genesis waar de zonen van God zich vermengen met aardse vrouwen en dat er dan een ras van reuzen ontstaat. Ik denk dat dat een mythische restant is. Dat is gehandhaafd omdat er een prachtige secundaire betekenis aan kan worden gegeven. Met andere woorden, het heeft een nieuwe context gekregen. En toen kon gedacht worden aan de geslachtslijn van Seth. Dat zijn dan de Bene Elohim. En dan gaat het om de vermenging van die 2 op zich gescheiden geslachtslijnen in de menselijke geschiedenis. Er zijn ook teksten die we puur moeten opvatten als etiologieën. Een etiologie, dat is een stukje tekst waarin een bestaande praktijk of een bestaand woord, dan zou het etronymie heten, maar waarin een bestaande praktijk wordt herleid op een gebeurtenis. Bijvoorbeeld het feit dat Jacob geraakt wordt, eigenlijk in zijn lies of bij zijn geslachtsdelen, maar dat heet dan met een uitdrukking aan zijn heup. Dat is een manier om uit te leggen waarom in Israël het verbod bestaat op die vaatzeno-streng. Dus dat is een etiologie. En dat is een specifieke vorm dus waarin bepaalde delen van een verhaal worden gegoten. We hebben ook te maken met wat je zou kunnen noemen archetypische ficties. En dat vind je vooral in de structuur van bepaalde verhalen. Zoals het verhaal dat Abraham naar Egypte moet uitwijken. En we noemen dat een archetypische scène. Het verhaal dat hij naar Egypte moet uitwijken en daar liegt over zijn vrouw. Dat komt meerdere malen voor. En op die manier krijgt het Abrahams verhaal een aantal elementen van conventionele aard, waardoor ook een bepaalde suggestie over de betekenis van Abraham wordt gegeven. Nou zijn er ook veel volksverhalen die ongetwijfeld uiteindelijk in de Bijbel terechtgekomen zijn, en die als zodanig nog wel zijn te herkennen, maar die zijn dus ook niet een pure weergave van de feiten, maar die worden opgenomen in het fictiekarakter, het narratief karakter van de Bijbelse tekst. De Bijbelschrijvers hebben ook geen enkele moeite om fictieve personages te bedenken. En dan kun je vooral denken aan zoiets als het verhaal van Esther, dat eigenlijk de literaire vorm van een sprookje heeft. De personages, Haman en Esther en Mordechai, zijn eerder typen dan dat ze nou echt geschetst worden naar hun historische werkelijkheid. Maar aan de andere kant wordt weer in die typische Bijbelse verhaaltrand dergelijke fictieve personages krijgen dus wel een historische context mee als over hen verteld wordt, zodat ze toch op een of andere wijze als werkelijke personages worden meegedeeld. Vervolgens zijn er ook fictieve versies van historische personages. We weten dat David geleefd heeft, maar wat er allemaal aan hem wordt toegeschreven, ook in de zin dat over zijn meest innerlijke dialoog wordt meegedeeld, dat zijn ficties. Dat is niet ongebruikelijk. Plutarchus, vele jaren later, vele eeuwen later, die zal ook in zijn biografieën de innerlijke dialoog van zijn personages weergeven, in die biografieën die hij geschreven heeft. En die zijn niet gebaseerd op documenten, dat zijn geen feitelijke monologen of redenvoeringen die die personen hebben gehouden. Maar het zijn de scheppingen van Plutarchus zelf om het karakter en de innerlijke overwegingen van zijn personages. Dus met behulp van een inventie, in principe een verzinsel, toch dichterbij te komen en te kunnen uitdrukken. Deze narratieve vormgeving van de geschiedenis, waarin dus fictie-elementen een hele grote rol spelen, terwijl toch de feitelijke geschiedenis de onderliggende materie vormt, die heeft ook een heel specifiek doel in de Bijbelse geschiedschrijving. En dat mogen we niet negeren. Het gaat om het openbaar maken van Gods bedoelingen in historische gebeurtenissen. Dus niet alleen maar wat is er gebeurd, wat hebben mensen gedaan, maar vooral ook hoe heeft God als een verborgen of op de voorgrond tredende actor in het verhaal deze gebeurtenissen beïnvloedt. Met name als het gaat over de bedoelingen van God, of laten we zeggen de beloften van God. Dat doel, dat wordt in de teksten toch gecompliceerd door twee verschillende spanningen die in alle historische gebeurtenissen liggen, tenminste zoals de Bijbelschrijver zich die gebeurtenissen ook voorstelt. In de eerste plaats is dat de spanning tussen het goddelijke plan, laten we zeggen de belofte aan Abraham dat hij nageslacht zou krijgen en dat uit hem een groot volk zou voortkomen, en de wanorde van gebeurtenissen aan menselijke kant, hè, zoals Hagar en Ismaël en die hele passage in Genesis 17 en 18, die moet voorafgaan aan de geboorte van Isaac. Er is een spanning tussen die twee, zodat je bij het lezen van Genesis ook voortdurend denkt, op welke manier zou God nu zijn plan kunnen doorzetten als de gebeurtenissen zo anders lopen dan volgens dat plan bedoeld is. Of denk aan het goddelijk voornemen om Jacob voorrang te geven boven Esau, terwijl Esau toch als eerste geboren wordt. Daar zit een wanorde van gebeurtenissen in. Is die ook door God bedoeld? Werkt die God tegen? En hoe overwint God deze wanorde? Is iets typisch van de Bijbelse geschiedenis, wat we natuurlijk niet terugvinden in de moderne geschiedschrijving. Het tweede is dat als we dan vaststellen op grond van het eerste, dat het goddelijk plan door God toch wordt uitgevoerd, ondanks de wanorde van gebeurtenissen, dan ontstaat er een nieuwe spanning, namelijk die tussen Gods voorzienigheid, waarmee hij die geschiedenis leidt, en de waarde van menselijke vrijheid. Gods voorzienigheid wil dat Jozef de drager zal zijn van, of de beschermer zal zijn van Gods volk. De menselijke vrijheid brengt die Jozef in gevangenschap. Hoe werkt nou voorzienigheid en menselijke vrijheid samen? En de zonde in dit geval van de broers van Jozef. Die twee spanningen maken dat die historische gebeurtenissen op een hele bijzondere wijze worden bekeken, die ook weer niet terug te vinden is in de manier waarop een moderne geschiedschrijver daarover zou spreken. We hebben voorbeelden van hoe deze Bijbelse geschiedenis werkt. Het boek Esther heb ik al even genoemd. In feite een sprookje wat zijn vorm betreft, met fictieve personages die bijna typisch worden neergezet. En het gaat om het feit dat God uiteindelijk, hoewel hij op de oppervlakte, niet aan de oppervlakte, maar juist op de achtergrond alleen maar voorkomt, hoe God de gebeurtenissen leidt om zijn volk te redden. Heel anders van aard het boek Rut, dat kun je noemen gehistoriseerde fictie. Dat wil zeggen dat een fictief verhaal, dat waarschijnlijk als bijna als een legende over de herkomst van koning David verteld werd, dat nu nadrukkelijk een plaats in de geschiedenis krijgt, dus aan feiten gekoppeld wordt. Maar op zo'n manier dat je ook in het boek Rut kunt herkennen dat het de schrijver helemaal niet gaat om de exacte aard van die gebeurtenissen. Er is een zekere indeterminacy of context, een onbepaaldheid van die historische context, die bijdraagt aan dat oordeel. Een kwestie van groot belang is of het boek Jona hier ook als voorbeeld genoemd zou kunnen worden. En dat het geen geschiedenis is van een profeet, maar een poging om in een fictief verhaal, als het ware, de oervorm van een profetengeschiedenis weer te geven. De roeping van een profeet en in dit geval de weigering van de profeet. En dat God dus blijkbaar zich meester maakt van die profeet om die toch tot zijn mond te maken. Dus een bevestiging van Gods kracht en voorzienigheid in de omgang met een profeet. Dat betekent dus dat we elementen ook uit dat verhaal, zoals de grote vis en de wonderboom en dat soort zaken, eerder moeten zien als legendarische gebeurtenissen die in de fictie van Jona zijn opgenomen. En opnieuw heeft dat ermee te maken dat het boek Jona zelf die indeterminacy of context laat zien. Er wordt niets verteld over de mensen in Nineveh en hoe hij te werk ging. Het is alleen maar een profetengeschiedenis met allerlei zeer mythische elementen. Ik bedoel dus de grote zee, de grote vis, waarin je vaag nog die Leviathan kunt herkennen en dat soort zaken. En daarom is Jona een twijfelgeval. Ik weet dat mensen heel makkelijk ertoe komen om het als een teken van orthodoxie te zien, dat je de geschiedenis van Jona als echte geschiedenis affirmeert. En ik heb er eigenlijk ook helemaal geen bezwaar tegen. Maar wat ik nu zeg, dat zeg ik over de literaire vorm van het boek Jona. De vraag is dus of het boek Jona gelezen wil worden als een weergave, een relaas van historische feiten. En zelfs als je aanneemt dat dat wel het geval is, zul je toch moeten kijken naar de narratieve vorm waarin dat dan gegoten wordt. Dus ook als het teruggaat op feiten, wat voor mij geen probleem is om aan te nemen, ook niet bij de grote vis en dergelijke. God is met macht in zo'n vis te scheppen. Maar dan nog in de uitleg is het niet voldoende om alleen maar te constateren dat er die grote vis was, maar moet je de symbolische lading van de grote vis en van de zee en van wat de strekking is van wat de zeelieden zeggen op het schip waarmee Jona wegvlucht enzovoort, dat moet je toch meenemen. Hè? Inclusief het feit dat er over Nineveh zo weinig van historische aard wordt meegegeven. Ja, als een onderdeel van het Deuteronomistisch geschiedwerk, ik had Deuteronomium en eigenlijk behang met elkaar heeft. Maar in ieder geval had ik bij Jozua moeten beginnen en niet bij Richteren. En met name zeggen Richteren tot en met 2 Koningen is een mooi voorbeeld van een gefictionaliseerde geschiedenis. En nogmaals, die fictionalisering is nodig om de geschiedenis te kunnen beschrijven als een geschiedenis waarin God zelf optreedt, waarin hij met zijn providentie en voornemens en beloften in spanning komt met de menselijke vrijheid en een zekere onvoorspelbaarheid van historische gebeurtenissen. Maar dat is iets wat vanaf Jozua al begint met de uittochtgeschiedenis, de intocht, beter gezegd, de intochtgeschiedenis. En dan tot en met 2 Koningen, de ondergang van het Rijk Juda, als het ware doorloopt. Hoe dichter bij de eigen tijd het boek Koningen komt, hoewel die zogenaamde eigen tijd vermoedelijk nog wel een stukje in het verleden ligt, des te meer wordt de invloed van mythische elementen, legendarische elementen enzovoort minder. Maar dat is een zaak apart voor het beoordelen van de mate waarin een Bijbelboek als profetische of fictieve of narratieve geschiedenis waarde hecht en belang hecht aan het weergeven van die feitelijke ondergrond, of dat ze in meerdere of mindere mate theologisch van aard is of profetisch van aard is, en dus meer waarde hechten aan de spanning tussen voorzienigheid en gebeurtenissen. Nou, dat was het, dat wilde ik even kwijt. Belangrijk is hierbij het tweede hoofdstuk van Robert Alter, waar ik op de website al een keer een samenvatting van heb gegeven. En we zullen nog nader spreken over de hermeneutiek, ook over de verschillende stappen van de exegese. Ik heb al wat audio's gemaakt over het vaststellen van de genre en ik heb onlangs nog een video gemaakt over het vaststellen van een passage en het indelen van een passage. En in dat kader heb ik nu over die historische context wat willen zeggen. Dus het is niet strak geordend als een serie over hermeneutiek, maar het is wel een onderwerp wat mij bezighoudt en waar ik dus zo nu en dan een bijdrage aan zal leveren. Dank voor het luisteren en kijken en graag tot de volgende keer.